Etniciteit in Suriname, de betekenis in wetenschap, cultuur en de politieke praktijk. Dat was het thema van de traditionele lezing georganiseerd door de Kenniskring. Jack Menke was de keynote speaker. Het panel bestond uit Kirti Algu en Iwan Snow. Ten aanzien van het begrip etniciteit zei Menke dat vanaf de koloniale tijd statistieken reeds gebaseerd waren op het begrip ras. Huidskleur werd ook gebruikt voor ras, niet alleen bij slaven, maar ook bij contractarbeiders. Menke zegt verder dat na de volkstelling van 1950 de indicatoren ras en huidskleur op de achtergrond raakten en etniciteit nam toen een centrale plek in. Wat frappant is dat dus ook contractarbeiders naast huidskleur werd in het begin ook geregistreerd. Weet je, daarnaast ook andere kenmerken als godsdienst. En voor Hindustanen werd bij godsdienst, behalve dus Hindu of moslim, werd op een bepaald moment ook kasten geregistreerd in de plaats van godsdienst. En men maakte zelf de vergissing dat men voor moslims ook sheikh als kasten registreerde, wat dus niet juist was. Maar langzamerhand gingen ook deze indelingsprincipes een beetje op de achtergrond. Even hier een kleine statement vanuit de Verenigde Naties, waar men al in 1965 superioriteit gebaseerd op rasverschillen, dus onjuist achten, moreel te veroordelen, sociaal onrechtvaardig en gevaarlijk. Menke legt verder uit dat tijdens de volkstelling van de jaren 50 58% van de Creoolse groep zichzelf beschouwde als biologisch gemengd. Na deze volkstelling is er volgens de inleider geen census meer geweest met zo'n verdeling. Omdat ook de criteria en de censuscategorieën wat betreft de onderverdeling, behalve naar religie, maar dus naar etniciteit, dat kwam in de plaats van dit. En dat zie je eigenlijk hieraan. Dat was de laatste census, 2012. En je ziet de categorisering links. En je kan het hier ook zien. Oh, dit gaat iets verder. Dit is eigenlijk het patroon van af 1950. Zo goed en zo kwaad als het kon. In Suriname zie je, ik heb gewoon opgezomd de betekenis van Creool in bepaalde perioden. Je ziet helemaal boven in Zuid-Amerika geboren blanke. Toch, dat was de eerste betekenis. En die blanken werden dus eigenlijk niet als puur gezien in Europa. Dat waren dus Creolen. En dat was ook onderdeel van wat men noemde de bedreiging van dat zuivere ras. Eigenlijk een verkeerde vertaling van het Ariër zijn. Jack Menke, inleider tijdens de lezing Etniciteit in Suriname, de betekenis in wetenschap, cultuur en de politieke praktijk. De lezing is georganiseerd door de Kenniskring en is gehouden in het Lalaroek-gebouw.